Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Mijn naam is Juri en sinds kort woon ik hier op mezelf, waar ik heel erg blij mee ben natuurlijk. Maar ik moet wel in één keer over dingen nadenken waar ik nooit eerder over na hoefde te denken. Ja, het is allemaal leuk en zo. Ik heb hier ook kaarsen staan. Vet gezellig. Maar het is een beetje kloten, want eergisteren toen liep ik met zo'n kaars rond, toen viel die uit mijn hand en toen lag het over de tafel, over de vloer, het zat op de bank. Ik dacht echt, ja shit, hoe kan ik dit nou oplossen? En eigenlijk is die manier heel erg simpel en vandaag ga ik jou uitleggen hoe je binnen een paar minuten van al die kaarsvettroep af bent. En dat maakt dus echt niet uit of het op de grond is, of op het plafond, of op de muur, of op het hout, of in de bank, of op je kleding. Met deze manier kan je het overal uithalen. Kijk mee. Ja, kijk, dit bedoel ik dus. Het is leuk zo'n kandelaar. Maar goed, als je ermee rondloopt en het valt, dan ben je echt een sjaak. Het zit echt overal. Het is echt een bende geworden. Maar die oplossing is heel erg eenvoudig. Het enige wat je namelijk nodig hebt is een strijkbout. Naast een strijkbout heb je ook nog keukenpapier nodig. En meer niet. Zo simpel is het. Dus kijk even mee hoe het werkt. Oké, de strijkbout zit in een stopcontact. En als eerste is het heel erg belangrijk dat je even de temperatuur van die strijkbout op zijn allerlaagst zet. Want doe je dat op een houten tafel, dan gaat het niet zo heel snel verbranden. Maar doe je bijvoorbeeld op de bank of op je kleding, ik bedoel dit overhemdje, daar fik je natuurlijk zo doorheen. Dus belangrijk is om het eventjes op de allerlaagste stand te zetten. Als je kan instellen op je strijkbout hoe warm je wil hebben, met een digitale insteller, zet hem dan net boven de 60 graden. Want kaarsvet heeft ongeveer smelttemperatuur van 60 graden, dus zet je hem op 65 of 70. Dan weet je dat je precies de juiste temperatuur hebt om het kaarsvet te laten smelten. Want dat is wat we gaan doen. Het principe is heel erg simpel. We gaan namelijk het kaarsvet laten smelten. En doordat je er dus wat keukenpapier onder legt, wordt het meteen geabsorbeerd. Dus het is niet dat het in het strijkijzer gaat zitten, maar het gaat gewoon netjes in de keukenpapier als je het goed doet. Oké, ik ga het nu even voordoen. Je pakt dus twee stukjes keukenpapier en die leg je op de plek die je gaat strijken. Zo. En dan zet je de strijkbout erop. En nu is het net alsof je een overhemd gaat strijken. Gewoon zachtjes eroverheen wrijven. Dan zie je straks vanzelf wat donkere plekken in het keukenpapier verschijnen. En dat is het gesmolten kaarsvet wat erin trekt. Mocht het nou niet in één keer werken, dan kan je altijd de temperatuur nog wat hoger zetten. Ja, en kijk, daar gaan we. Er verschijnen donkere plekjes in het keukenpapier. Nou, zoals je ziet is het kaarsvet weg. Het kan nog een beetje vochtig zijn, maar dat komt omdat er gewoon vocht in het hout zit. Er zit vocht in het kaarsvet. Dit trekt vanzelf bij. En ik ga nog even die andere gore plekken doen, want er zat hier nog veel meer troep. En wat je het beste kan doen bij zo'n dikke plek, is hem even een aantal keertjes dubbelvouwen. Zodat je wat dikkere lagen hebt, zodat er meer geabsorbeerd kan worden. Zo, nou ik leg hem nu weer op en dan ga ik hem weer strijken. Ja, je ziet het hè? Maar helemaal weg. Ik bedoel, er zijn nog wel een paar plekjes, die doe ik zo meteen. Maar het idee is wel duidelijk, denk ik. Ja, en mocht je nou per ongeluk toch een beetje kaarsvet op de strijkbout hebben gekregen, ik bedoel, het kan zomaar gebeuren, dan herken je dat door de rook. Het gaat meestal heel erg roken. En de snelste manier om daar vanaf te komen is, heel simpel weer, een keukenpapiertje er tegenaan houden. Zet de temperatuur iets hoger, dan smelt het wat sneller. En veeg dan met een keukenpapiertje goed op en neer, zodat alles weg is. Want je wil natuurlijk niet dat je als je kleding gaat strijken, dat er in één keer kaarsvet op je kleding zit. Ik bedoel, dat is helemaal het verkeerde idee. Dat is precies wat je niet wil eigenlijk. Nou, zoals ik al zei, dit werkt op alle stoffen. Of het nou kleding is, of de vloer, of een stoel. Het maakt niet uit. Hout, daar hebben we het net op gedaan. Dit werkt op alle oppervlakten. Het zit hem allemaal in de temperatuur waarop je de strijkbout zet. Want als je hem te licht zet, dan smelt het kaarsvet niet. Zet je hem te hard, dan moet je uitkijken dat je niet door je keukenpapier heen brandt. Mij is het net gelukt, dus ik weet zeker dat het jou ook lukt. En vond jij deze video handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Geef ook even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En heb je nou zelf een probleem? Zit je nou ergens mee waarvan je denkt van shit, hier kom ik gewoon echt niet uit? Juri, heren, kom met de oplossing. Wij zijn er voor je. Laat het even weten in de reacties en dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!